Jongeren hebben vanaf vandaag gratis psychologische begeleiding. Het Medische Opvoedkundig Bureau MOB, dat onder het ministerie van Volksgezondheid valt, heeft in samenwerking met UNICEF mogelijk gemaakt dat jongeren van 16 tot 21 jaar gratis begeleiding kunnen krijgen. Dit betekent dat deze groep adolescenten recht heeft op 10 gratis consulten. En de lancering van dit project vond hedenmorgen plaats op het terrein van het Bureau van Gezondheidszorg. De maand mei is Mental Health Awareness Month, waarbij er op verschillende momenten aandacht wordt gevraagd voor de mentale gezondheid in ons land. De regering en de UNICEF hebben zich enorm ingezet om de boodschap over het belang van de mentale gezondheid en bewustwording op verschillende manieren te brengen naar de samenleving. Volgens programmanager Javier Cordoba Ortega van de UNICEF is het belangrijk dat wij de stigma op mentale gezondheid wegwerken. Met deze stap is er alvast een drempel weggehaald voor de jongeren, zodat zij de nodige psychologische begeleiding gratis kunnen krijgen. Ouders moeten nog meer naar hun kinderen gaan luisteren als die duidelijk maken dat zij zich niet goed voelen. I would say that it's very important to send a message out there. You have the right to feel bad one day. You have the right to receive support. It's important for us as a society, as a community, as families, within the households, you know, to be open to listen to others, to provide support, and as the state, as the government, to do anything that is in our hands to improve the services that are available to support the children and the young people in the country that are struggling with their mental well-being. Volgens psycholoog Jermila Fitzjim hebben jongeren grote behoefte om te praten over hun mentale gezondheid. Alleen moeten die toegankelijker worden gemaakt. Fitzjim hoopt dat jongeren gebruik zullen maken van deze gratis consulten. Met deze launch proberen we meer bekendheid te geven, want in principe is dit al vorig jaar gelanceerd. Maar we merkten dat er dus niet echt een toestroom was. Er waren niet zoveel aanmeldingen. Dus wij dachten, er is misschien niet genoeg bekendheid. En we hopen dat dat nu dus wel zo is. Zodat de jongeren weten dat ze niet alleen zijn. En dat er ook kosteloze hulp is bij het MOB. Directeur Rajesh Ori van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, geeft verder aan dat praten helpt. Mentale gezondheid moet volgens hem niet meer als een taboe worden beschouwd. Er zijn genoeg diensten ter beschikking voor de samenleving die psychologische ondersteuning nodig hebben. Om te gaan voor hulp zien ze als een probleem, maar het moet niet zo zijn. Het is juist beter voor jou. En vooral, kijk, als mensen problemen hebben, is altijd met iemand die ze praten. Het hoeft niet ouders, zijn vrienden en misschien familieleden. En het is belangrijk dat als die mensen, als je merkt dat met degene wie je praat, dat het gedrag veranderd is en dat die anders begint te denken, moet je dat kenbaar maken. Het Medisch Opvoedkundig Bureau is gevestigd op het terrein van het BOG aan de Rode Kruislaan en richt zich op het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren in de leeftijdsgroep 0 tot 23 jaar.